Weten we het nog? Ja. 2 jaar geleden, in de zomer, 2022, die boerenprotesten, alleen maar tractoren op de weg. En het was één grote puinhoop in Nederland. Nederland stond echt in de fik over die stikstof, weet je nog? Ja. En die boeren die voelden zich bedreigd in hun bestaan en die riepen in paniek. Maar toen zeiden ze vaak van, ja, ze willen onze grond afpakken om daar woningen, huizen op te bouwen. Dat werd er vaak gezegd. En eigenlijk werd daar niet zo'n acht op geslagen. Nee, het was een beetje, ik twijfelde ook. Beste mensen, ja, ik had ook zoiets van, zou dat nou kloppen, dat verhaal? Weet je, hebben ze dat ergens gehoord, gelezen, papegaaien ze elkaar na? Is dat een beetje nepnieuws, weet ik veel. Ik twijfelde, dus ik heb daar eigenlijk nooit iets over gezegd. En wat blijkt nu, vrienden? Ja, die aap komt altijd een keertje hier uit die mouwen, hè? Die aap, ja, ja, ja. En die is er nu uitgekomen. Frans Timmermans, die heeft het nu zelf gezegd. Die heeft nu verteld, de overheid moet eigenlijk veel meer grond opkopen van boeren die stoppen, want dan kunnen ze daar betaalbare woningen op zetten. Hij geeft het gewoon toe. Hij geeft de boeren nu, geeft hij ze jaren later, geeft hij ze gewoon volkomen gelijk. Dat is toch ongelooflijk? Dus ze zijn altijd maar aan het sturen geweest met het stikstofverhaal. En het zal misschien wel een klein beetje kloppen, maar ze hebben ook in hun achterhoofd altijd gedacht, ja, als die boeren dan stoppen, dan kopen we die grond van ze gelijk op en dan gaan we daar huis op zetten. Nu komt het pas naar buiten, vrienden. Ai, 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 ai. De boeren hebben het bij het rechte eind gehad.